Dit jeugdorkest, of eigenlijk opleidingsorkest, bestaat uit verschillende groepen. Een deel komt uit Ilperdam, een paar uit Monnikendam, maar ook Purmerend en de Beemster. En zoals altijd staat ook vanmiddag weer onder leiding van Wim Klaver. Dames en heren, we gaan straks over tot de uitreiking van de Orde van Oranje Nassau voor Anja Walker-Spil. Zonder vrijwilligers ben je nergens. En er is één iemand en die heeft op haar leeftijd al zoveel vrijwilligerswerk gedaan wat een normaal mens nooit in haar leven zal bereiken. En als waardering daarvoor wil ik graag de burgemeester Marianne van der Welen op het podium roepen. Goedemiddag, Ilperdammers. Andere aanwezigen, het fijn om hier weer te zijn. Veel genoegen ben ik aanwezig geweest bij het concert zo net. Echt enorm genoten. Wat speelt die jeugd goed. Ik ben hier vandaag om een bijzondere dorpsgenoot van u in het zonnetje te zetten. Anja, zou jij met je man naar voren willen komen? Ik heb je al een paar keer gesproken, Anja. Maar ons meest bijzondere gesprek was op 26 april, de dag voor Koningsdag. Ik belde je om te vertellen dat je een koninklijke onderscheiding was toegekend. Echter, op dat moment was je met vakantie met manlief in Portugal. Jammer genoeg vereist het protocol dat de onderscheiding niet eerder dan de lintjesregen uitgereikt mag worden. En daarom was het zo mooi dat ik onwezig kon zijn bij de Koningsspelen in Ilperdam, de vrijdag daarvoor. En zo hadden we toch nog een mooi oranje momentje samen. Zonder dat jij wist wat je te wachten stond. We gaan nu over tot het officiële gedeelte van mijn speech. En dan ga ik je ook niet meer tutoyeren. Dan zeg ik mevrouw en u, want zo hoort dat. En ik draag de prachtige ambtsketen van de gemeente Waterland dan niet meer met het wapen van Waterland naar voren, maar met het Rijkswapen. Omdat ik namens de koning deze uitreiking mag doen. Gaat u er maar eens even goed voor zitten, dames en heren. Want ik ga u in deze speech vertellen wat Anja, mevrouw, Spil, Walter, het speel, neem me niet kwalijk, allemaal heeft gedaan. En dat is ook de oorsprong geweest van de aanvraag voor de koninklijke onderscheiding. Er moet er natuurlijk
een goede onderbouwing zijn. En dat verwerken we ook altijd in de speech bij de uitreikingen. En het is een hele lijst. Dus nogmaals, gaat u er even goed voor zitten en jullie u voor staan. Vanaf 2000 tot heden bent u voorzitter van de EHBO-vereniging Elpendam. Naast uw bestuurstaken geeft u les aan de cursisten en tijdens de coronacrisis heeft u hiervoor een online variant ontwikkeld, zodat de lessen door konden blijven gaan. De EHBO-leden ondersteunen de verschillende sportactiviteiten in het dorp, zoals de avondvierdaagse. Voetbaltoernooien, schaatswedstrijden en laatst nog de Ronde van Elpendam. Mevrouw Walter, u wordt hier geprezen om uw vakkennis en zeker ook om uw empathisch vermogen. Op uw voorspraak is een sponsoractie gestart om de aanschaf van een nieuwe reanimatiepop te bekostigen voor de vereniging. Sinds 2000 bent u ook bestuurslid van de stichting Buurt- en Clubhuiswerk in Elpendam. Deze stichting organiseert activiteiten zoals cursussen en workshops voor volwassenen en jongeren in het dorpshuis in Elpendam. Naast uw betrokkenheid bij dit aanbod en uw bestuurstaken ligt uw hart bij de Sport- en Spelweek voor de jeugd. In de zomervakantie worden diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals sportclinics, een waterspektakel en een tentennacht met speurtocht. Klinkt heel spannend. U zorgt voor de verdeling van de taken, leidt de vergaderingen en regelt u de inzet van de vrijwilligers. U coördineert ook de collecte van Jantje Beton, waarvan de helft van de opbrengst mag worden gebruikt voor deze sport- en spelweek. Mevrouw Walter, u heeft een gezonde levenswijze hoog in het vaandel staan. Hierbij hoort ook bewegen. Vanaf 2004 heeft u op vrijwillige basis les aan recreanten en selectieleden van de gymvereniging Elpenstein in Elpendam. Vanuit uw achtergrond als fysiotherapeute en wedstrijdtunster stimuleert u de gymnasten bij de uitvoering van hun sport. Ook bent u altijd bereid bij te springen bij de gymnastiekvereniging. Deze gezonde levenswijze uit zich ook door uw deelname aan de wandelclub Elpendam. Deze wandelclub is opgericht om ouderen op een toegankelijke wijze in beweging te krijgen. U stimuleert uw dorpsgenoten en loopt zelf als begeleider wekelijks mee vanuit uw professionele achtergrond. Vanaf 2005 bent u bestuurslid en secretaris van de Elpendams Fanfare. Ze zitten hier. Hoe toepasselijk is het dat wij nu bij een uitvoering van de fanfare staan? U bent het aanspreekpunt voor de vereniging. U regelt ook de inzet van de fanfare bij de Sinterklaasintocht en optredens voor de kerk en het verzorgingshuis. In de coronatijd was u de spil, nomen est omen, tussen de vereniging en haar leden die lange tijd niet bij elkaar konden komen. In 2010 is de stichting Ronde van Elpendam ontstaan, een jaarlijks terugkerend sportevenement voor alle doelgroepen. Naast wandelen, fietsen en hardlopen wordt ook weer voor het goede doel gecollecteerd. De opbrengst wordt verdeeld tussen de dorpse activiteiten en het goede doel. Mevrouw Walter, u was een van de initiatiefnemers van dit evenement. Vanzelfsprekend nam u plaats in het bestuur. U coördineert de vrijwilligers en regelt de benodigde attributen voor dit grote evenement. Ook bent u verantwoordelijk voor de communicatie, flyers, lunchpakketten en natuurlijk voor de pinkassa en de uiteindelijke opbrengsten. Naast deze vrijwillige taken geeft u als lectrice bijbellezingen tijdens de wekelijkse zondagdienst van de parochie Sint-Franciscus van de Sint-Sebastianuskerk. Daar waar nodig assisteert u de voorganger in de kerk en organiseert u kindernevendiensten. In een aparte ruimte naast de kerk kunnen kinderen op een speelse wijze kennis maken met verhalen uit de Bijbel. Voor de viering van het 150-jarig bestaan in 2020 van het kerkgebouw heeft u zich actief ingezet voor de viering, met name voor de kinderactiviteiten. Daarnaast bent u actief bij het geven van kinderkatechese en bereidt u de kinderen van groep 8 voor op het heilig vormsel. De kinderen uit groep 4 bereidt u voor op de eerste heilige communie. U doet dit op een voor kinderen begrijpelijke en toegankelijke wijze.
Ook was u een van de organisatoren van de jaarlijkse vakantiebijbelweek voor de dorpen Ilpendam en Watergang. U geeft de jeugdige parochianen vanuit het geloof en de Bijbel inspiratie mee. Ja, dat is een hele lijst. En een hele prachtige lijst van allerlei vrijwillige activiteiten. Mevrouw Walter, Dus niet alleen de koning heeft dit gewaardeerd, maar ook uw dorpsgenoten. Dat is mooi, dit applaus. Het is een hele mooie lijst. Mevrouw Walter, het doet mij daarom ook bijzonder genoegen dat het vanwege uw jarenlange, belangeloze inzet voor de samenleving en de gemeenschappen in Ilpendam in het bijzonder. Het zijne majesteit de koning Willem-Alexander heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Mensen, mag die hele lijst van vrijwillige activiteiten die Anja Walter tot lid in de Orde van Oranje-Nassau heeft gemaakt, u een inspiratie zijn voor alle prachtige vrijwillige activiteiten hier in het dorp. En ik denk dat alle verenigingen vrijwilligers kunnen gebruiken. Dus mag zij een inspiratie voor u allen zijn. Dank u wel. Ik heb jullie allemaal al tussentijd gezien en gezegd dat ik alles wat ik doe voor het dorp doe. En dat meen ik echt uit mijn hart. En daarom wilde ik ook deze onderscheiding krijgen met jullie allemaal bij me. En ik doe het natuurlijk niet altijd alleen, zo klinkt het wel. Maar ik heb natuurlijk altijd wel vrienden, bestuursleden en samen maken we natuurlijk dat zo'n concert of al die activiteiten plaats kunnen vinden. Dus mijn dank is ook naar jullie allemaal, dat jullie altijd zo onwijs veel vertrouwen hebben in mij. En ik hoop dit zeker nog heel lang te doen, want zoals in de krantartikel stond, ik ben niet 50, ik ben nog maar 40. En ik wil graag nog heel lang dit blijven doen. En omdat ik jullie ook wil bedanken voor deze onderscheiding, komt er voor iedereen een glaasje champagne. En wil ik graag proosten op mijn onderscheiding. En geniet vooral van dit mooie concert wat nu komen gaat en al bezig was. Dank jullie wel allemaal. Terwijl het Ilpendammer de fanfare op de achtergrond speelt, waar Anja eigenlijk ook in mee moet spelen, mogen wij toch even met haar praten. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Wij van PIM zijn natuurlijk helemaal blij, want u zit ook in de Raad van Toezicht van onze omroep, dat we even met u mogen spreken. Ja. Ik was diep onder de indruk van uw lijst van activiteiten, van uw jeugdigheid. Wat motiveert u om dit allemaal te doen? Wat mij motiveert is vooral de inspanning wat voor mij het kost, wat voor blijdschap het geeft en wat voor stimulering het geeft van de mensen voor wie ik dat doe, jong en oud, dat ik dat doe en dat ze zo genieten van alle dingen die je organiseert. En wat ik al zei, ik doe dat niet alleen, maar ik doe dat natuurlijk altijd samen met een heel team om me heen. En van kleine organisaties naar grote organisaties. En ja, organiseren is gewoon mijn ding. En ja, dat is de kracht van mij, denk ik. En dat motiveert heel erg. Dan blijft de volgende vraag. Waar vindt u de tijd? Want als ik de lijst zie en u heeft een eigen praktijk, u heeft een man, u heeft kinderen. Hoe, wanneer, 's nachts? Nou, ik slaap inderdaad nog wel 's nachts. Maar mijn dag is zeer gevuld. De week is heel snel voorbij. Maar ja, time management is ook een van mijn dingen. Als ik een gaatje heb, dan denk ik, oh, dan kan ik nog even dat organiseren. En tuurlijk, fysiotherapie gaat door, sportschool gaat door. Maar en mijn gezin geeft inderdaad de ruimte om dit te doen. En ze vinden het ook leuk om mij te helpen. En mijn man vindt het alleen maar leuk dat ik zoveel dingen organiseer. Dus, nee. Oh,
Oh, daar gaat alle champagne over mijn schoonmoeder. Maar ja. Anja, het is een hele eer om met u te mogen spreken. Is er iets wat u nog graag zou willen zeggen? Nou, wat ik heel graag wil zeggen, dat ik het dorp wil bedanken voor deze onderscheiding. Ik weet dat twee mensen initiatiefnemers zijn geweest. Die ken ik persoonlijk ook goed. Natuurlijk zij enorm bedankt, maar ik weet dat de clubjes die genoemd zijn in de toespraak, dat die allemaal benaderd zijn. Maar ik wil dus iedereen bedanken. Mijn ouders natuurlijk en natuurlijk mijn man die inderdaad voor mij deze ruimte geeft. En wat ik al zei, ik ben nog maar 40, dus ik ga gewoon nog vrolijk door. Hartstikke bedankt. Dank voor dit gesprek. Ik weet dat u nu heel snel het podium op moet klimmen. Want buiten alle lijsten die genoemd zijn, bent u zelf ook een muzikant in dit prachtige fanfare orkest. Dank u wel.